Over precies 2 jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. En marathonloper Frank Futselaar uit Arnhem wil er dan bij zijn. Hij is overgestapt naar een nieuw team om zijn ambitie waar te maken. Frank Futselaar traint met het Valley Running Team uit Ede in de bossen bij Warnsborn. Jarenlang liep hij bij AV De Liemers, maar hij is blij met zijn overstap. Een super team met een aantal atleten die op veel hoger niveau ook lopen dan ik. En ik dacht, dit is het juiste team en nu moet ik die overstap maken. De atleet uit Arnhem was gespecialiseerd in de 5 en 10 kilometer, maar stapte enkele jaren geleden over op de marathon. En dat proces, om dat te doorlopen en dan dat euforie moment hebben van die marathon, ja, dat is iets bijzonders. En dat vind ik leuk. Heb ik leuk leren vinden. Het is ook zwaar, het is ook moeilijk en lang, want je moet veel geduld hebben. Maar ja, dat de uitdaging zo groot is, ja, dat maakt het ook wel weer heel erg speciaal en leuk. Futselaar liep de limiet voor de Spelen van Tokio, maar mocht toch niet gaan, omdat er maar 3 startplaatsen waren voor Nederland. Maar in 2024 moet hij erbij zijn. De Olympische vlam, laat maar zeggen, die brandt in mij. En ik wil daar gewoon een keer aan meedoen. Ik ben zo dichtbij geweest in Tokio, de limiet gehaald. En ik weet dat het in me zit. Ik hoop dat ik het eruit kan halen de komende 2 jaar. En voornamelijk komende 1,5 jaar wordt heel belangrijk voor die kwalificatie.